mensen, alles goed? Vandaag een heuse review en we gaan het hebben over Fanstoys 46, een tweede versie van Perceptor genaamd Tesla 2.0. Voordat we Tesla zelf nader gaan bekijken, kijken we eerst even naar de accessoires. En dat zijn er normaal gesproken bij Fanstoys nooit heel erg veel, maar in dit geval wel. Vooral heel veel hoofden. Je krijgt in totaal 8 verschillende hoofden en ook nog eens een keer 2 alternatieve gezichtjes. Je kan hem dan allerlei verschillende uitdrukkingen aan Perceptor geven. En het meest afwijkende hoofd, dat is het hoofd zoals die werd gebruikt in de strips van IDW. Dan is die sluipschutter en heeft hij een soort vizier voor zijn oog. Nou, heel leuk als je ervan houdt. Hij heeft 2 wapens, een beetje zijn toy-achtige raketwerper. Die doet het niet. In tegenstelling tot die van XTB, die deed het wel. En hij heeft zijn fameuze sluipschuttersgeweer. Cool aan deze is dat hij een uitklapbare poot heeft. Dus je kan hem zowel in zijn hand houden als echt als sluipschuttersgeweer positioneren. Hij heeft nog een alternatieve borstklep. Hij wordt geleverd met een transparante, maar deze zit erbij door en door gekleurd. Is wel erg leuk. En natuurlijk instructies en een collector's card. En hier hebben we Perceptor zelf. En hij ziet er zoals we gewend zijn eigenlijk van Fanstoys heel erg gaaf uit. Hij heeft een goede presence als u hem zo voor je ziet. Qua articulatie is hij ook dik in orde. Telescoop, microscoop gedeelte zit op een dubbele scharnier, dus je kan echt alle kanten op. Die kun je ook nog uitdraaien, dan wordt hij langer en korter, dus dat is leuk. Zijn arm gaat ver omhoog als je deze schouderpieces aan de kant doet. En eigenlijk gebeurt dat zelf als je die schouder omhoog zet, dan kan die... Komt hij tot hier, dat is dik in orde. Hij heeft een biceps die meedraait. Een elleboog die ruim over de 90 graden komt. Dus dat is heel erg fijn. Zijn hand is een beetje de inmiddels bekende, gewende hand zoals Fanstoys die maakt. Met individueel gearticuleerde vingers. Allemaal heel erg cartoon accurate. Dus met... de segmenten zoals je ze eigenlijk ook in de G1 cartoon getekend ziet. Voor zijn middenrif. Dat draait netjes alle kanten op. En hij heeft zelfs een appcrunch. Dat is vrij bijzonder voor een Fanstoys figuur. Geen hele grote. Maar hij kan in ieder geval iets voor overbuigen. Vergeet ik trouwens bijna zijn hoofd. Dat kan 360 graden rond worden gedraaid. Hij kijkt best een aardig eindje omhoog. Kijkt ook een mooi stuk naar beneden. Zijn benen kunnen vooruit. Dat is dik in orde. Dan nemen we de schuttest. Nou, dat houdt hij prima. En die kunnen ook een heel groot stuk naar achter, bijna 90 graden. Ook dat is heel erg stevig, zoals je ziet. Zijn knie houdt zich meer dan prima. Hij heeft ook nog een draaiing in zijn dijbeen. Dat komt van pas straks bij de transformatie ook. En zijn voeten hebben een toe tilt naar beneden. En heel iets met een beetje fantasie naar boven. En een gigantische rocker. Dus hij staat heel erg stevig. En in wat voor... als je hem ook manoeuvreert, hij staat gewoon stevig op zijn voeten en kan geen kant op. Dus qua articulatie is die top en verdient Fanstoys een pluim. Zeker in vergelijking met de figuren die ze de laatste tijd hebben gereleased, die qua articulatie nog wel eens te wensen overlaten. Transformeren en Fanstoys, dat is niet altijd een feest, maar in dit geval wel. De transformatie is vrij eenvoudig. Te beginnen met de arm. De vuistje klap je weg. Ik vind het prettig als de vuist zeg maar naar buiten is gedraaid. Dan druk je hem wat makkelijker en met wat meer speling weg. Je sluit deze klep. Of zijn arm. Hou je recht. Dat schouderpad, die klap je helemaal terug. En dan kun je alvast de arm inklappen.
à la dit. Dat doe je uiteraard ook voor de andere kant. De volgende stap gaan we naar de benen toe. Daar klik je wat panelen weg. Te beginnen met deze rupsband in feite. Klik je in elkaar en aan de kant. Dit paneel. Klap je weg. En het laatste wat je moet doen is dit paneel. Eigenlijk aan de achterkant van je knie. Die klap je uit de weg. Voor het tweede deel van zijn beentransformatie gaan we naar de achterkant. Dan halen we dit tapje omhoog. Daarmee bevrijd je zijn been. En als je dan iets wiggelt, zo gezegd, dan komt dit deel los te hangen. En dan is het de bedoeling dat je dit tapje positioneert eigenlijk in het kniegewricht. Dan nemen we zijn arm een beetje uit de weg. Dan hebben we nog meer ruimte. Dus je hebt hier de knie. Niet dat je denkt dat hij in dit vakje moet, maar echt, zeg maar, in het kniegewricht moet hij terecht zien te komen. Dat is wat gehannes. Maar oefening baart kunst. En na een klein beetje proberen en doen, hoor je een fijn klikje. En dan is het voor elkaar. Je hebt hem dan zo. Het lijkt eigenlijk helemaal nergens meer op. Dat been staat alle kanten uit. Die lijkt wel een onsmakelijke beenbreuk. We gaan nou het onderste gedeelte van het been wegdraaien. Als zo. Nou, eigenlijk, je ziet al, hè, dit klepje wil sluiten. En als alles mooi recht is, gaat het eigenlijk vanzelf. Je klapt die rupsband, klap je weer naar binnen. En het laatste wat je hebt te doen is zijn voet naar binnen klappen als volgt. En eigenlijk zijn hak draaien om. En dan heb je hier rollertjes zitten. En dan is zijn been ook al bijna helemaal klaar. Doen we de andere en die gaat precies hetzelfde. Heb je dat andere been ook gedaan, dan is er nog één ding wat je snel kan vergeten, maar ik in dit geval niet. Til zijn kontflap op en ook hier klap je twee kleine wieltjes naar buiten. Dan draaien we hem om. Het lijkt alsof hij een heel vreemd dansje aan het doen is. En dan kantel je de benen om. Het is prettig als je dan die heupflappen aan de kant hebt. Want dan heb je jezelf net iets meer ruimte. Zorg dat hij, zeg maar, draait op het interne gewricht hier en niet op zijn beengewricht. Anders komt daar en heel veel spanning op te staan en krijg je hem echt nooit heel lekker uitgelijnd. Nou, dit klappen we naar beneden. En dan begint het al ergens op te lijken. Dan even aandacht voor het midden, een stuk. En dit wordt zijn tree als microscoop. En het onderste deel van zijn buik, van zijn middenrif, dat til je hier overheen. Zo, en dan klap je dit en naar voren. En dan heb je hier het oppervlak waar hij straks met zijn microscoop doorheen gaat kijken. Dan gaan we nu aan de slag met zijn bovenlijf. En dat vereist eigenlijk wat brute kracht. Want je moet allebei de arm- en schouderunits moet je naar buiten klappen. En die tapjes zijn allemaal stug. Ik heb ze liever te stug dan dat ze te los zijn. Als dit, nou, dan komt de grote tovertruc. Dit klappen we eventjes aan de kant. En dan gaan we draaien als volgt. Deze hele unit draait op zichzelf. Dat zijn hoofd naar beneden is. En dan moeten we deze microscoop unit omhoog gaan klappen. Want die piept er natuurlijk tussenuit. Je kan, dat is makkelijk en je ziet dat het ook bijna vanzelf gebeurt. De microscoop-telescoop gedeelte eventjes losmaken. Dat is misschien juist nu wel prettig. Want dan zie je gelijk goed wat er gebeurt. Je klapt in deze hele unit en het is allemaal erg stug, ook al heb ik hem al een aantal keren heen en weer getransformeerd. Klap je omhoog. Als dit.
En zo. Je ziet, zijn hoofd is nog naar beneden. Die wordt straks afgedekt door deze flap. Nou, hierop bevestig je weer het microscoopgedeelte. En dan zijn we al bijna klaar. Dan voor het laatste deel van de armen beginnen we met zijn linkerarm. Wat je moet doen is dat je even goed moet opletten waar dit tapje zit. Want dit tapje moet straks hierin komen. Dus positioneer nu alvast goed je arm. Dat hij zo staat. Dus dat het tapje al deze kant op wijst. En eigenlijk trek je dan een deel van de borst en een deel van de arm los van elkaar. Je klapt de arm naar binnen toe. En kijk, het tapje komt uit bij het deel van de microscoop, de voet van de microscoop. Dit druk je allemaal wat aan. En een laatste stap is dat je dit schouderpetje omhoog zet als dit. Nou, zijn andere arm gaat net iets anders. Maar in grote lijnen hetzelfde. Alleen hier heb je niet die hele unit zitten van die microscoop. Dus daar is wat anders voor bedacht. Namelijk een intern tapje in plaats van het tapje op de arm. Staat hier het tapje in een interne flap, als je me nog volgt. En je zorgt ervoor dat dit tapje op deze flap correspondeert met dit gaatje hier. Dat is wat gehannes, maar met een beetje oefening lukt je dat vast. Wat bij deze stap ook helpt is dat je goed de oriëntatie in de gaten houdt. Dat deze draaiknop zogezegd naar de buitenkant zit. En dit blauwe tapje, alhoewel het geen functie heeft, naar binnen wijst. Je haalt echt eventjes de arm en het borstgedeelte haal je los van elkaar. Je ziet een klein beetje wat er gebeurt nu. Dit deel tapje hierin, net zoals je dat hebt gedaan met zijn linkerarm. Alhoewel het even wat stoei is, maar daar hebben we hem. Dan druk je de rest van zijn arm druk je vast. En je klikt zijn borst in. En met een beetje manoeuvreren komen we nu op een punt dat hij bijna af is. Ik zal hem een heel beetje opfrissen buiten beeld. Maar dit is ongeveer wat je hebben wilt. En dan rolt hij ook nog. Mooi, hè? En hier heb je hem dan voor het idee in microscoopmodus samen met een minibot Braun van Fenstoys ook. Prima microscoopje, niks mis mee. Je kan de telescoop kun je nog een beetje mee pielen. En nou is er ook nog een derde modus. Ik vind het een beetje flauw, dan verandert hij in een soort tank. Ik heb er ook helemaal geen zin in om die in elkaar te zetten. Wil je dat nou weten, dan zijn er vast andere YouTubers die dat op een aardige manier kunnen laten zien. Voor mij heeft het totaal geen meerwaarde. Ik heb ook niks met die derde tankmodus. Dus die laten we eventjes buiten beschouwing voor deze review. Inmiddels weer teruggetransformeerd tot robot. En dan ben je ook natuurlijk wel benieuwd hoe hij zich verhoudt in robot mode tot Braun. Nou, het is best een ferme bot trouwens hoor. Hij is aardig aan de lengte. Was ook in de G1 cartoon. Was hij ook een van de grotere Autobots. Net iets kleiner dan Optimus Prime, maar toch nog wel wat groter dan Ironheart en Ratchet bijvoorbeeld. Dat kun je ook wel zien als we hem naast een laatste versie van de Seeker zetten. Hier is die naast Starscream. En hij is zelfs nou ongeveer, ik zou het zeggen, close call. Zijn denk ik net zo groot. Dus een vrij aardig grote bot. En natuurlijk ben je ook benieuwd hoe die zich verhoudt naast de versie van X-Transbots. Zet ze eventjes naast elkaar. Staan blijven, vrienden. Hij is een hele kleine fractie langer dan die van X-Transbots. Maar je ziet de verhoudingen zijn allemaal net iets anders. Bij X-Transbots zit hier vooral de massa. En
Die van Fanstoys oogt wat reiziger. Je ziet hier ook duidelijk het kleurverschil. Fanstoys wat donkerder. Ik vind het op zich wel mooi. Ik vind trouwens dat sprekende rood van X-Transbots vond ik ook heel erg mooi hoor. Dus dat is maar precies waar wij zelf je voorkeur ligt. Ik heb niet direct een voorkeur voor een van de twee qua kleur. Maar wel qua beeld en qua presence is voor mij absoluut Fanstoys superieur aan die van X-Transbots. Dat wil niet zeggen dat deze niet een paar kleine gebreken en aandachtspuntjes heeft. Bijvoorbeeld de transformatie die komt voor een deel uit de bovenbenen. Nou, dat is allebei is dat diecast. En dan zie je, ik zal proberen heel iets in te zoomen nog. Dan zie je dat dat wel een beetje negatief uitpakt voor de paint job. Die ja, komt toch met wat krasjes en wat kleine beschadigingen. Ligt misschien ook aan mezelf, omdat ik niet al te voorzichtig omspring met mijn Transformers. Maar ik denk altijd, ja, voor dit soort geld mag je toch ook wel gewoon een klein beetje kunnen stoeien met een figuur zonder dat de paint ervan afknapt. Dus dat is een dingetje wat me opviel. Wat me ook nog opviel is zijn de handen. Als je die naar binnen hebt geklapt en je wil ze eruit halen, ja, ik heb daar een gereedschapje voor nodig, anders krijg ik het echt niet voor elkaar. En dat is ook wat me opviel de eerste paar keer dat ik hem heen transformeerde. En het is weliswaar typisch Fanstoys en ergens is het hartstikke prettig, maar hij is heel erg strak. Dus de joints zijn heel erg tight. Je moet echt hard werken om de transformatie gedaan te krijgen, zeker de eerste paar keer. Nou, heb je dat een paar keer gedaan, dan word je vanzelf handiger in en wordt de bot ook wat soepeler. En de grote voordeel van Fanstoys is natuurlijk dat het wel heel erg degelijk is. Dus het gaat niet snel kapot. Je hebt nergens in de transformatie of tijdens het poseren dat je bang hoeft te zijn dat er iets af gaat breken of dat het niet lekker in de hand ligt. Hij heeft voldoende gewicht, voldoende presence. Dus wat mij betreft een dikke vette aanbeveling. Ik ben stiekem best wel verliefd geworden op deze versie van Perceptor. Wat mij betreft de meest aangewezen versie die je zou kunnen halen van Perceptor. Maar ja, daar hangt een fors prijskaartje aan. Hij is toch al met al een euro of 100 zeker duurder dan de versie van X-Transbots. Moet jij op je centen letten, ja, dan moet je voor die van X-Transbots gaan. Zit je wat slapper in de was en ga je puur voor kwaliteit, puur voor presence, ga dan alsjeblieft voor de Fanstoys. Wat mij betreft een dikke vette aanrader. Ik ben heel erg blij met hem. Dat was hem voor deze keer. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze review vond. Heel erg bedankt voor het kijken in ieder geval. Laat gerust een comment achter. En we zien elkaar heel graag een volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Later.